Zo, leuk dat jullie kijken. Ja, BMW, M3. M4 is ook nieuw, maar daar, ja, die staat er nu even niet. Achter mij, ja, ook bijzonder. Gaan we straks nog heel even aan refereren natuurlijk. En ik weet niet waar jullie meer van schrikken. De grill of de dikte van dit persbericht. 32 pagina's. Moet ik jullie allemaal gaan vertellen. Stel dat ik het zou voorlezen. Ik denk dat we dan al een half uurtje verder zijn. Maar goed, ik ga het proberen samen te vatten in de meest essentiële zaken. Maar wel lekker veel details geven natuurlijk. Dit is de M3 Competition. Ja, M4 wordt ook meteen gelanceerd, ook als Competition en zo'n normale versie. Laten we eerst even met het uiterlijk beginnen. Ik pest jullie misschien een beetje door aan de voorkant te beginnen, want de achterkant is wel gewoon wat je een beetje verwacht van hoe de nieuwe M3 eruit ziet. Dit is, ja, behoorlijk uitgesproken. Sowieso zal je zien, hè, van alle beelden die je gaat zien van de M3 die we nu hier even hebben staan, is dat het is gewoon wel echt een ruig ding. Dat is ook wel een beetje de trend. Die auto's worden steeds ruiger. Jullie als kopers vinden dat ook heel erg gaaf. En het liefst frot jullie nog alles verder vol met carbon accenten en een wrapje eroverheen om het allemaal wat heftiger te maken. Als we dan even naar de voorkant kijken, want daar sta ik nu toch, hè. Ik sta er gewoon toch. Den grill, of eigenlijk de nieren, die zijn open. Die zijn ook echt bedoeld als koeling. BMW zegt ook, ja, we hebben ze groter gemaakt om te laten zien dat dit, ja, deze aandrijflijn en deze auto hebben veel lucht nodig voor de verbranding, voor de koeling, noem maar op. En wat nieuw is, zijn, ja, die M-bars, die staan normaal, stonden die, zeg maar, rechtop. En nu staan ze horizontaal. Dus dat is even wennen. Logootje natuurlijk, ja, dat kennen we natuurlijk wel in het zwart van de M3 Competition. Dit is een auto met een carbon pakket. Dat betekent dat dit soort dingen bijvoorbeeld dan ook carbon zijn. En wat wel grappig is, moet ik het even goed zeggen. Deze binnenste zijn voor de remmen. Deze buitenste zijn voor koeling. Want je hebt hier namelijk ook koelers. En dan hebben we hier nog weer lucht inlaten. En die zijn om voor de aerodynamica. Dus de lucht gaat, zeg maar, hier erin en dan zo langs het wiel. Hè? Want het wiel geeft natuurlijk turbulentie omdat het draait. Ja, jullie kunnen het allemaal voorstellen. Nu even niet, maar nu gaat er ook geen lucht door. Dus dat scheelt. Dus dat zijn, zeg maar, feiten. Ja, motorkap ook weer ruig. Ik bedoel, weet je, een soort van die, nou ja, nep Naka Dux, maar in ieder geval een beetje ingeduwd. Als je dicht duwt, kan je geen deuk meer maken hier. Koplampen. Deze zijn ook weer optioneel met laserlicht. Dus 550 meter, zeg maar, ver groot licht. Natuurlijk matrix LED koplampen. Dat zeg ik trouwens wel, dat heeft hij normaal. Ik weet eigenlijk niet hoe dat met laser werkt. Volgens mij is laser alleen voor het groot licht. Maar dat is nog een eentje om uit te zoeken. Wat wel grappig is natuurlijk, anti-verblindingstechnologie. Hè? Dus hij kan op het moment dat je een tegenligger tegenkomt, kan je altijd met groot licht rijden. En zorgt hij ervoor dat dat deel dan eventjes niet wordt belicht. En er is ook een functie die BMW heeft toegevoegd. Als je groot licht geeft, als je achter iemand aanrijdt, dan mikt hij, zeg maar, op de binnenspiegel van de auto voor je. Dat hij precies, zeg maar, zo in je ogen, dat je verblindt en zo, hup, naar rechts. Dat is natuurlijk niet echt. Hè? Moet ik dat er nog bij zeggen? Nee. Gaan we door naar de zijkant? Welke kant willen we op? Willen we deze kant op? Want we hebben namelijk twee verschillende kleuren velgen bij deze auto. Dat is wel grappig. Dit zijn de mat zwarte. Aan de andere kant hebben we goudkleurig. Dus ik kan nog even kiezen wat je het gaafst vindt. Deze kleur is nieuw trouwens. Het is Isle of Man Green. Nu ga ik even mijn persbericht erbij pakken. Er zijn nog een aantal andere nieuwe kleuren. Moet ik even naar het hoofdstuk over het uiterlijk. Ja, sorry, maar de kleuren die weet ik dan weer niet uit mijn hoofd. Maar ik heb hem wel snel gevonden. Ik heb ook highlights toegevoegd. Sao Paulo Yellow Non-Metallic. Dus een, ja, non-metallic gele kleur. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat er dan exact uitziet. Toronto Red Metallic. Nou, en dit is dus ook die nieuwe Isle of Man Green Metallic. Hier dan aan de zijkant. Carbon optioneel. Is de Competition dus dit allemaal zwart. Er stond er ook iets in het persbericht. Ook bij de Competition kan je dan weer kiezen om een aantal dingen zilverkleurig te doen. En waarom dat is, daar kom ik straks nog even op terug als we het gaan hebben over aandrijflijnen. De M3 Competition is namelijk wezenlijk anders. Zal ik even al iets verklappen? M3 Competition, automaat. M3 normale, handbak. En ik heb het zo meteen ook even over specificatie, et cetera. Want we gaan nog even door over het uiterlijk. Nou ja, shadowline, dus alles wat chroom is, chroom zou kunnen zijn, dat is zwart. Dak,
altijd carbon, mooi natuurlijk, ja, zeg een beetje dat double bubble idee, maar dat is het niet, want het is namelijk gewoon echt een aerodynamische fin die hier overheen gaat. En ik zei toch, het is allemaal nog heftiger. Ja, dat zie je natuurlijk aan de voorkant, maar je ziet het ook aan dit soort details. Hè. Dit is toch gewoon wel redelijk uitgesproken, wat nog niet heel groot is. Nou ja, dakantenne. Hiervan vind ik het eigenlijk altijd jammer dat die dan gewoon in het zwart is en niet in het carbon. Weet je, de bargeboard, nee, niet de bargeboard, maar eigenlijk de vloer zoals we die in de Formule 1 auto's ook hebben. Die steekt natuurlijk uit, ook aerodynamisch gezien. Zwart gemaakt, een hele zwarte band die feitelijk zeg maar vanaf daar, hè, vanaf die spoiler doorloopt helemaal naar achter, naar de diffuser. Ja, geeft ze zeg maar die auto, die staat dan daardoor wat steviger op de grond. Nog meer aan de zijkant. Ja, remmen. Natuurlijk. Nu we er toch staan. Goud. Dan betekent dat ze keramische remmen zijn optioneel. Dan zijn ze 400 mm groot. Je hebt ook staal. Die hebben ze normaal rode remklauwen. Maar kan je ook blauw of zwart. Als je het goed met houden of andersom. En dan zijn ze 380 mm groot voor. En achter ietsje kleiner. Maar achter bij BMW ook nog best wel forse remmen. 50-50 gewichtsverdeling heb je ook achter. Kan je grote remmen gebruiken. Dan lopen we even door naar de achterkant. Ik vind dit misschien wel de mooiste hoek. Ook de hoek die jullie allemaal gezien hebben. Met jullie laffe instapdiesels. Oh nee, wacht. Jullie rijden allemaal Tesla Model 3 natuurlijk tegenwoordig. Dit is de kant die jullie gaan zien boven de 100 km per uur. Maar dan sprint hij uiteindelijk wel een keer bij je weg. Dit is eigenlijk denk ik wel wat je gewoon verwacht van een M3. Als je weet hoe een 3-serie eruit ziet, dan weet je ook dat de M3, ja, hij heeft een diffuser. Dit is carbon, dat is ook weer optioneel. Die uitlaten 100 mm, zeg ik dat goed? Ja, groot 10 centimeter, diameter, nou ja, keer 4. Het is allemaal wel ruig. Deze elementen zijn eigenlijk zeg maar, een soort kopie van wat je aan de voorkant zag, die air curtains, hè, zeg maar, die om de wielen, de aerodynamica, zeg maar, de luchten langs te geleiden. Dat zorgt dat de auto wel dikker eruit ziet, natuurlijk, als je dat zeg maar zo vormgeeft. Lopen we door, zijkant? Ja, want dan hebben we hier de gouden vel. Ik vind deze kleurcombinatie wel heel erg gaaf. Maar ik liet vanochtend mijn vriendin even een foto zien, want we hebben ze al onder embargo. Dat zijn we nu al aan het opnemen. En die zei, nou, die kleur vind ik helemaal niks. Dus ik ging weer huilend in mijn hoekje zitten. Ik zei, nou, dit wordt hem dus in ieder geval niet qua kleur. Maar goed, er zijn ook nog wel andere kleuren. Maar ik vind die gouden velgen, het staat hem natuurlijk wel. Het is een beetje meer brons dan goud, overigens. Cool. Laten we gaan kijken naar de technologie. Misschien ook wel aardig om even de motorkap open te gooien. Kan je toch ook wel een aantal dingen zien. Dus de BMW, altijd twee keer trekken en dan gaat hij in één keer open. Supermooi! Wat wel aardig is, het eerste wat mij opviel, denk ik, ja, dit is echt 6 in lijn. Dit is niet een V-vorm met 2-cilinder blokken. Maar gewoon echt die 6 in lijn. Wel gaaf, zeg maar, redelijk functioneel vormgegeven. Hè? Los van het M-loogje en dit. Maar dit voelt wel alsof er een beetje racy aan. En dat komt volgens mij door deze struts ook. Wat wel grappig is, de vorige M3 en M4 hadden echt zo'n mooie carbon boomerang die ze daarvoor gebruikten. Deze dus niet. Is het erg? Nee, natuurlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat er daar wel weer een upgrade komt. Dat je dat als M-performance part of iets dergelijks kan vormgeven. Overigens, vrij veel verstevigingen. Ook niet zichtbaar, zeg maar, nog deze kant. Ik bedoel, dit is echt zeg maar, om dat front zeg maar, stijf te maken. Dit is een 6 in lijn. 3 liter groot, 2 turbo's. De ene turbo doet de eerste 3 cilinders. De andere 3. Maar het is allemaal wat dat betreft niet zo ingewikkeld. Hij komt er meteen als de normale en de competition. En er zijn best wel een aantal grote verschillen. Dit is de competition, dus die heeft een automatische versnellingsbak. Geen DCT-bak meer, maar een 8-trapsbak. Ja, de bak die ik eigenlijk al ken uit bijna iedere BMW en uit een heleboel andere auto's natuurlijk.
met koppelomvormer, maar zodra je zeg maar rijdt, wordt die gewoon op slot gezet. Dus daar heb je geen last meer van. Het is niet weet je, dat gevoel met oude automaten die echt heel erg slippen. Qua performance, maar daarom staan we hier natuurlijk. Wat levert dit dan, dit 3 liter grote blok? In de normale heb je 550 Nm koppel tussen 2650 en 6130 toeren. Vrij specifiek, hè? En 480 pk. Dat is dus al meer, die aantal pk's, dan de uitgaande M3 en M4. De Competition doet er nog een klapje bovenop. En vooral qua koppel 650 Nm. En die is dan weer tussen 2750 en 5500 toeren. Dus het begint iets later en houdt vooral ook iets eerder op. Het scheelt toch 600 toeren. En 510 pk. Dat doet hij trouwens bij 6250 toeren. Redline, 7200 toeren, dus voor een turboblok best wel hoog. Ik weet niet, zeg maar wereldbrekend of zo, maar dat is wel mooi. Is dat je, ja, je kunt hem wel lekker doorhalen. En dat is natuurlijk wel de grap. Dus zeg maar, je hebt dus de keuze M3 of M4 normaal en dan met handbak. En dan zal je zelf moeten roeren, 6 traps bak. Ik denk ook dat dat koppel beperkt is bij die handbak, omdat de bak het zelf gewoon niet aan kan. Ik kon dat niet zo snel terugvinden. Er stond wel een modelcode van de bak, maar daar van die specifieke bak kon ik het niet direct terugvinden. Maar het is overigens ook nu al zo bij M3 en M4. Als je die gaat tunen, heftige tunen, kan je beter met de automaat doen, want die kan er beter tegen. Dan sprintjes naar de 100, dat wil je natuurlijk ook weten. Nou ja, als je zelf gaat schakelen, zou je in theorie in 4,2 seconden naar de 100 kunnen gaan. Moet je wel heel erg goed je best doen. Als je kiest voor de Competition, M3 of M4 Competition, ja, dan krijg je natuurlijk Launch Control, noem hem maar op. Dan ga je dat gewoon sneller doen en doe je het in 3,9 seconden. Er is overigens een manier om nog sneller te gaan, maar daar kom ik straks even terug als ik naar de voorwielen ga kijken. Kleine hint. 0 naar 200, 12,5 seconden. Ja, ze hebben ook nog tussensprinttijden. Bijvoorbeeld van 80 naar 120 in 2,6 seconden in de vierde versnelling voor de automaat. En in de handbak doet dat in 4,1 seconden. Alleen, weet je, 8 traps automaat versus 6 traps handbak. Dus ja, het vergelijken is natuurlijk niet heel logisch. Topsnelheid, 250 km per uur of 290 als je het M-drivers package kiest. En het M-drivers package zit bijvoorbeeld ook in het, en dan moet ik even de exacte naam noemen, even een M-carbon pakket. Ik ga weer even bladeren hoe het precies heet. Want ze hebben namelijk niet één M-carbon pakket. Ik riep net al, een aantal dingen is optioneel. Maar je hebt een heel pakket waarin je zeg maar alle leuke goodies krijgt. Heet niet. Het heet M-Race Track Package. Dat is het pakket wat je misschien wel wil gaan aanvinken. Dan krijg je namelijk alle carbon shit. De carbon ceramic brakes. Lichtere wielen. Als optioneel met semi-slicks. De stoelen hebben we er nog niet over gehad, maar zijn ook van carbon. En interior trim strips, een carbon fiber high gloss. En dan krijg je die M-drivers package. En een heads-up display en M-drive professional. We hebben nog heel veel te behandelen over elektronica en alles wat je kan instellen. Maar dat is het hele M-Race Track Package. Dat bestaat dus, ja, eigenlijk keramische remmen, de stoelen, alle carbon shizzle. En het scheelt dan met al die dingen 25 kilogram. Maar goed. Ja, en dit is, zeg maar oprecht, ik doe mijn persberichtje even hier, redelijk briljante stoelen. Met carbon zichtbaar, achterkant is ook carbon, maar ook gewoon, ja, er zitten vooral heel veel gaten in. Waarbij ik als, en de cameraman ook, hoofdredacteur Michael, kinderen, dus ja, wat gaan die kinderen van ons doen? Die gaan natuurlijk, zeg maar, hier doorheen mij lopen etteren en hier doorheen mij lopen etteren. Maar goed, dat maakt niet uit. Overigens, als je goed kijkt, zie je hier twee Torx schroefjes.
die hoogsteun kan er op de een of andere manier af voor als je op het circuit aan het rijden bent. Of misschien is dat niet eens met Torx. Nou, ik ga het niet doen, want straks hou ik hem zomaar opeens in mijn hand. Ook weer de bekende M1 en M2 knoppen. Ja, dan komen we eigenlijk bij alles wat je kan instellen. En dat is vrij veel. Zou vrij veel zijn, waar het niet. Dat is accu leegs van deze auto. Er is altijd veel mee gespeeld. Maar ik kan het je allemaal wel uitleggen. Maar voordat ik daar aan begin, is er een belangrijke mededeling. Er komt namelijk nog een variant aan van de M3 Competition en de M4 Competition. Dus alleen voor de competitions. Komt er ook een variant met MX Drive. Het systeem wat we kennen van M5 en M8. Competition al dan niet. Dus vierwielaandrijving. Met de optie vierwiel drive. Gewoon BMW heeft iets verzonnen voor jou. En het is allemaal super veilig. Je moeder kan ermee op weg. Of je vader of je oom of je tante. Nou, noem maar op. Vierwiel drive sport. Waarbij die meer power naar achter gooit. Of als je ESP helemaal uitzet. Gewoon weer achterwiel aangedreven ouderwets. Dus dat is natuurlijk wel erg cool gedaan. Zodat je dan. Nou ja, ik moet het zelf regelen, maar wordt het gewoon weer een achterwiel aangedreven M3 of M4. Dus dat is ook een optie die erbij komt. Dan moet ik ook weer even spieken hoe dat heet. Er zijn zoveel nieuwe dingen bijgekomen. Je hebt een optie, en dat is volgens mij dat M-Drive Professional. Nou, maakt hem niet uit. Een optie, zeg maar, waarbij je meer dingen weer kan instellen. Waarbij je ook kan aangeven, goh, als ik MX Drive heb, is er een stand. Maar ik kan nu niet verifiëren of het zo is, maar het staat zo in het persbericht. Waarbij je kan zeggen, nou, ik wil wat meer kracht naar voren. Of toch gewoon 90% van de kracht naar achteren. Of nee, weet je, waarbij het in ieder geval kan variëren. Dus, en daar komen we natuurlijk een beetje bij die M1 en M2 knoppen. Wat kan je nog meer instellen? Besturing. Eigenlijk lichter, zwaarder. Iedereen roept het altijd meer gevoel, maar eigenlijk wordt die vooral veel zwaarder. Remmen, comfort of een sportfunctie. De bak. Die heeft sowieso 3 standen en kan ook nog volledig handmatig worden geschakeld. Als je hem volledig handmatig zet en je ramt hem in de toerenbegrenzer, dan doet hij ook niet schakelen voor jou. Dus dat is ook hoe het hoort. Je kunt ook altijd, als je gewoon in drive zit, met de flipper natuurlijk schakelen. Als je overigens vol gas geeft en je houdt de flipper, zeg maar links, terugschakelen en hou je in. Dan schakelt de bak automatisch naar de laagst mogelijke versnelling die kan met die snelheid. Zeg, nou, ik moet nu echt volle bak inhalen. En dan flipper ingedrukt houden, vol gas geven. En hij regelt het allemaal zelf. In een manuele stand. Dus natuurlijk, zeg maar, echt een soort kickdown functie. Wat kunnen we dan nog meer instellen? Onderstel heeft altijd adaptieve dempers. Dus dat is niet meer een optie. Die heeft hij gewoon altijd. Zou je best over kunnen discussiëren of dat niet. Soms vind ik gewoon een normaal onderstel ook gewoon fijn. Als dat goed is, is het goed. Maar dat kan je natuurlijk instellen. Uitlaat, natuurlijk. Hè, hebben we een versie met de klep. Hij heeft altijd kleppen in de uitlaat. Die kunnen dan open of dicht. Of waarschijnlijk nog heel veel andere varianten. Zit ik even te denken. Vergeet ik dan nog wat? Normaal is dat dan fijn als je dan toch even op het scherm kan zien. Volgens mij niet. Ja, gasrespons, dat soort zaken. We hebben dus best wel veel dingen die je kan instellen. Het aardige is, op die M1 en M2 knop kan je dus je favoriete instelling inzetten. Dus in één keer in de sportstand voor de bak en de sturing en de remmen. Maar wel de adaptieve demping in zacht, ESP uit en tweewiel drive bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel gave dingen. Je hebt hier overigens ook een knop M-mode. Dan heb je ook weer keuze tussen road, track en sport. Road, sport en track. Dus de weg, sport. En dan neemt hij ook alle systemen mee. Bijvoorbeeld hè, dus de bots, waarschuwingsdingsystemen. En gaat bijvoorbeeld ook heads-up display en het actieve display voor mij op een andere stand zetten. Of gewoon sommige informatie weglaten. In track bijvoorbeeld heb je niet meer je navigatie en infotainment. Dat ik het toch altijd wel fijn vind om even een volgende nummertje te kunnen indrukken op Spotify als ik op de nummering ben. Maar goed. Gelul natuurlijk. Snap jullie ook? Hij krijgt ook shift lights. Nou ja, weet je, alles wat je natuurlijk digitaal doet, daar kan je zoveel meer mee. En het gave is, doordat deze auto zo digitaal is, maar aan de ene kant kan je alles instellen. Aan de andere kant kan je ook allerlei dingen meten. En weet je waar ik nu naartoe ga? Het is jammer dat we niet kunnen laten zien. Maar dat gaat ongetwijfeld tijdens de rijtest komen. Ik hoop van God, van harte, dat BMW dat ik mee mag. En dat er een gaaf programma in zit waar dit ook in zit. Want
in het iDrive systeem zit optioneel een functie om te meten hoe lang je hebt gedrift. Hoe lang je hebt gedrift en hoe ver, dus zeg maar hoeveel meter, wat je hoek was. En dan geeft hij dus ook punten, zeg maar sterren, 1 tot en met 5. I kid you not, je hebt gewoon een modus. Ik denk dat dit door de schadeafdeling van BMW is bedacht. Want dan zeg maar dat iedereen dat gaat proberen en dan toch, ja, ik had 5 sterren en daarna stond die lantaarnpaal er. Ja, natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, het gaat nergens over, maar het is wel erg gaaf. Dat analyse van die drift, dat heet toch de M-Drift Analyzer. Maar daarnaast heb je ook nog een M-Lap Timer. Ook weer met een app voor op je Apple iPhone. Android weet ik niet of dat ooit komt. Maar dan kan je dus ook allerlei dingen analyse van je rondetijden op je favoriete circuit. En dan geeft je ook dingen voor het heads-up display. Nou ja, goed, ik kan het allemaal niet laten zien. Dat is op zich wel jammer. Hopelijk komt die kans dus. Hij ziet dus wel... Ja, eigenlijk een auto als deze, waarom koop je hem? Is omdat het lollig is. Omdat je er lol wil mee maken. En of je nou daadwerkelijk mee gaat driften of daadwerkelijk mee circuit gaat rijden. De illusie is natuurlijk wel eens dat je dat misschien een keer doet. En dat dat kan. En dat die auto je daarbij assisteert en helpt om zoveel mogelijk lol te hebben. En bijvoorbeeld ook ESP. Hè? Je hebt natuurlijk een stand compleet uit en compleet aan. En heb je M-Dynamic Mode. Hè? Dus dan kan je een klein beetje dwars. En in het begin was dat altijd maar een heel klein beetje dwars. Dan gebeurde iets en dan was het alweer afgelopen. Maar die systeem wordt ook steeds beter. Dus ook daarin krijg je meer vrijheid om te doen. En bijvoorbeeld ook, dus dat is leuk. Hè? Dan kan je zeg maar met het vangnet toch nog even een beetje spelen. Je moet wel iets kunnen, maar anders dan moet je dat vooral niet doen. Maar bijvoorbeeld ook tractiecontrole, ook weer optioneel, is dan in te stellen dat, zeg maar, qua ondersteuning. Dat is echt iets racetechnologie. Hè? Zeg maar, veel racers, raceauto's, heb je de optie, heb je geen ESP, maar wel tractiecontrole. Omdat een computer dat feitelijk beter kan regelen. Maar dan heb je ook weer 10 standen. Dus wil je eigenlijk bijna geen slip hebben, of wil je dat hij toch wel behoorlijk wat tractieverlies toelaat. Hoe gaaf is het allemaal? Ja, tof, hè? Cameraman Michael, onze hoofdredacteur, zit lekker achterin. Dit is de M3. Dus heb je 4 deuren, 5 zitplaatsen. M4, 2 deuren, 4 zitplaatsen. Kan je ook deze carbon bucket seats krijgen. En carbon stoeltjes. Die kunnen dan ook gewoon naar voren worden geklapt, et cetera. Had ik al gezegd dat ze elektrisch zijn? Ja, dat had ik al gezegd. Dat is weer best raar. Met geheugenfunctie. Ja, het is toch fijn. Ik zou nog volgens mij best wel veel meer kunnen vertellen over M3 en M4. M3 en M4 Competition. Belangrijke dingen die je moet onthouden. Gewoon heel veel digitale goodies, instelmogelijkheden. Dus dat is wel echt gaaf. M3 en M4 normaal zijn met handbak 480 pk, 550 Nm. M3 en M4 Competition altijd met 8 traps automaat 510 pk, 650 Nm koppel. M3 en M4 Competition vanaf zomer 2021 ook met MX Drive. Ik ben echt oprecht benieuwd. Ik denk dat ze veel meer van de Competition gewoon de normale gaan verkopen. Maar misschien vergis ik me dat mensen toch denken, ja, handbak is ook wel gaaf. Of ja, vierwielaandrijving is toch ook wel leuk. In ieder geval hebben ze hebben er goed over nagedacht en lekker veel nieuwe opties erin gevoegd. Bedankt voor het kijken naar deze mini-documentaire over de BMW M3 en M3 Competition. En M4 en M4 Competition. We hebben niet eens gereden en je hebt er toch gewoon, denk ik, bijna 20 minuten naar moeten kijken. En hebben we nog niet eens gehad over die fantastische boswachtergroene M3 GT E36 die daar stond. Gelimiteerde oplage natuurlijk, gaaf ding. Misschien een andere keer dat we daarover kunnen hebben, maar het kleedt wel leuk af. En wat ze hier niet hebben staan, is de M4. En er kwam ook nog een motorfiets, de M1000 RR. Maar goed. Ik ben niet zo van de motoren, kan ik je wel vertellen. Maar de motorfiets staat niet, dus daar heb je dan misschien niet zoveel. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, even liken, notificaties aanzetten. Iets onaardigs zeggen over mij, dat is ook vaak een volkssport. Ik kan het hebben, dus go your gang. Ik word hier wel enthousiast van. Alleen deze kleur die mag ik niet uitzoeken van mijn vriendin. En ik moet nog ongeveer, het zal het zijn, 100.000 euro sparen. Ik weet niet wat de prijs precies gaat worden, maar het zal wel 1,5 ton
of misschien nog wel meer worden voor een beetje leuk uitgevoerde versie. Dus het wordt even sparen of wachten op de afschrijving. Maar jullie kunnen daarbij helpen door alle video's te kijken. Had ik al gezegd, nou, zo voor de gordels, die kan ik altijd tof. Die kan je dus ook gewoon met M-kleurtjes doen. Nu ben ik echt klaar. Dag!